Debbie, dit gaat niet goed komen. Het is officieel de meest vreselijke dag hier nu op Bali. Waar zijn we beland? Hallo allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video's van Familie Lanko! Wij gaan nu wat doen, wat ik eigenlijk altijd wel even vind om op vakantie te doen. Want we gaan op zoek naar een kapper. Maar we zijn nu op een plek waar eigenlijk voornamelijk alleen maar locals zijn. Weet je bij wie hier ook is? Hier is Kuban! Yeah, baby show! Zeg maar, Nepal! Nepal! Zijn jullie klaar voor een fresco? Ja! Mimi, kom eruit. We zijn aangekomen bij de kapper. Hier zo bij een chille straatje. Waarvan je denkt van, moet ik hier wel zijn? Oké, we komen binnen aan. Zijn kapsel ziet er goed uit. Hallo, how are you? Good? Your hair is good. I want same like that. I want same. Oké, dit gaat heel goed. Hij kan al geen Engels, dus who is first? Can you give us a good haircut? Ik ga stuk. Hij spreekt gewoon helemaal geen Engels. Ja, wacht jongens, gelukkig hebben ze een plaatje. Ze gaan een plaatje uitkiezen. Do you do this? Yes? Good? Good. You are the best barber? Yes. Oké, wacht, ik ga wat vragen. Als je daar ook goed op zegt, dan zijn we op de verkeerde plek. Hou je van patat speciaal? Ja. Oh. Debbie, dit gaat niet goed komen. English little. English little? Oké. Knippen best. Oké. Jongens, meiden, ik ben heel erg benieuwd. Zijn jullie nu weglopen of zijn jullie blij voor je kapsel? Hij kan niet meer weglopen. What's your name? Judy? Oké, Judy. Oké, jongens, meiden, deze man kan niet alleen Engels, maar dit is de goedkoopste kapper waar we ooit zijn gekomen. Deze man kost maar 2 euro. Maar de moed zit erin. Kom maar, ik doe ze dans alvast. Gaat alles goed komen? Ja? Oké. 2 euro niveau. 2 euro niveau. 2 euro. Oké, Des, kom. Hey, 2 euro niveau. Oké, we hebben ons opgefrist. We zijn klaar. Het heeft echt super lang geduurd. Maar eigenlijk jullie uitrustaat laten zien. Bibi, hoe let het door zijn. Maar wacht, ik heb jouw kapsel zien. Maak eens even een rondje. Laat eens even kijken zien hoe de 2 euro kapsel eruit ziet. Op zich nog goed gelukt. En die van jou aan de zijkant. Kijken. Oh, fresh. En die van jou. Kijken, rondje draaien. Ook goed hoor, ook goed hoor. Ja, natuurlijk heb jij dit gel mooi gedaan. Ja, natuurlijk. Kijk, dat is het ook. Hè. Even gelikt. We zijn niets voor niets klaargemaakt, want we gaan het huis hier zo verlaten. We gaan naar een andere plek toe. Dat gaan we zo meteen vertellen. Maar nu gaan we even uitzwaaien hier zo. Zeggen dankjewel, thank you for everything. En wij gaan met Kom mee de auto in. Zeg maar, Nepo. We zitten in de auto. Wacht, belangrijkste is mijn petje. Oké, terwijl Sarah even gaat kijken of zijn petje hier achterin ligt, ga ik even vertellen dat onze ritje naar onze volgende bestemming 2,5 uur duurt. Het is echt ontzettend lang. De vorige keer kwamen we ook iets heel bijzonders tegen op deze weg. Ik hoop dat ik het straks weer tegenkom, dat ik het jullie kan laten zien. Pet? No hat? No pet? Oké, pet. Geen pet? Terwijl ze helemaal zijn. Ik heb hem gevonden. Hij lag naast mij, sorry. Oké, we staan inmiddels al een half uur stil. Maar als ik het heb over stilstaan, dan is het echt ook letterlijk helemaal stilstaan. De weg staat helemaal vast. Volgens mij voor een stukje van 10 kilometer is er al een uur, echt letterlijk een uur vertraging. We rijden weer een stukje en we zijn nu aangekomen bij een plek wat ik dus eerder in de video bedoelde, wat we op de hele weg tegenkwamen. Hier langs de weg lopen gewoon wilde apen. We hebben dus wat appeltjes. En die gaan we zo even neerleggen. Er is alleen één ding met deze apen. Ze leven in het wild. En ze kunnen heel agressief zijn omdat ze honger hebben. Ze hebben hier natuurlijk weinig eten. Come on, go a little bit. I want this monkey. Wacht, hij is dus letterlijk hier. Monkey. Hij wil niet eens. Dankbare aap. Hij komt niet. Hij wil dus gewoon Hij wil gewoon niet. Wacht, wat gaat hij doen? Hij gaat weg. Misschien gaat hij ze heen. Oh, maar kijk even hoeveel hier ligt. Er liggen allemaal bananen op de grond. Oh, hè? Oh, is zoveel. Ze hebben hier al genoeg gegeten. Oké, we rijden een stukje verder. En moeten jullie opletten, jongens en meiden. Hier zit zoveel fruit op de grond dat die apen gewoon goed zijn. Kijk. Kom aan. Wait. Kijk. Hier. Voilà. Lekker, vriend. Hij pakt er gewoon niet eens. Huh? Oh, hier is nog een. Wacht, hier, aapje. Hij loopt gewoon weg. Oké, de deuren gaan open. Eindelijk.
Het is inmiddels 6:10. Oh, na 4,5 uur, want we zaten om 1 uur in de auto. Na 4,5 uur de benen strekken. Ik ga zeggen, dit is officieel de meest vreselijke dag hier nu op Bali. Wat een drama. Eigenlijk zouden we ook nog naar een tempel gaan hier tussendoor. Maar zo zijn het 5:30. We hebben geskipt. We hebben het gewoon geskipt. Oké, we zijn even ergens binnengestapt. Ik moet zeggen, het uitzicht hier is wel echt heel erg mooi. Ondanks dat het hier super bewolkt en mistig is. Oké, jullie hebben zojuist al mooie beelden gezien die Sarah weer heeft gemaakt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, want ik vind het zelf echt oprecht echt leuk. En je hebt geluk. Wat? Van iedereen is jouw eet als eerste gekomen. Ja, maar dan moet ik wachten. Dan moet ik gaan wachten. Lekker. Eerlijk, ik ga er niet wachten. We hebben zo lang in de auto gezeten. Kijk, als je daarheen kijkt. Oh, de rest van het eten is er ook. Drinken is er ook. We houden het dorst, jongens. Eet smakelijk. Inmiddels is het 9:30 en zijn we eindelijk aangekomen bij onze plek. Alleen er is iets heel bijzonders aan deze plek waar wij gaan slapen. Ja. Dit is namelijk het goedkoopste verblijf van Bali waar we gaan verblijven. Ja. Het heeft ons €35 per nacht per kamer gekost met ontbijt om hier te gaan verblijven. En hier bevindt zich kamer 1 en hiernaast hebben we kamer 2 die precies hetzelfde is. Maar ik wil zeggen, kijk even. Oké, hoeveel gekke... Heb je zo geteld? Ja. We hebben iets van 15 gekko's of zo. Dan zullen we eventjes binnen gaan kijken. Het gaat helemaal. Het gaat heel moeilijk open. Maar als je eenmaal binnen bent, heb je wel een gigantisch groot bed. Hoog plafond. Hoeveel gekko's zouden hier binnen zitten? Ja, we moeten hier wel alles dicht houden. Ik weet niet wat voor beest is. Oh ja, weet je hoe je de deur zo doet? Met hout. Zo. Met hout alles tegen. Eens even kijken. Nou ja, je hebt hier een tafeltje, een bed, mega groot. Ik zag wel, het ziet er niet echt helemaal fris uit. Je ziet wel wat vlekken hier en daar. Oh, hier zie je het ook helemaal op beeld, dat hier echt zo'n mega vlek zit. Oké, okay. Ziet je hier daar ook allemaal vlek op de muur. Alles is ook een beetje weggewerkt met verf. Ja, dat is het ene gedeelte. Dan ga je deze deur door die niet eens helemaal open kan. Hij zit gewoon vast. Deze deur moeten we ook gelijk weer dicht doen, want dit is onze badkamer. En onze badkamer is gewoon helemaal open. De Seman. Hoe magisch is deze plek voor jou? Het toilet hier zo. Stop. Eén tip. Als je naar de wc gaat, is het eerste wat je doet, is een doekje pakken. De wc-bril omhoog. En kijk of er beesten zitten, want... Ja, je weet natuurlijk niet wat je hier vanuit buiten naar binnen komt. Ik weet wat voor tijd het is. Tornado. Oh ja, deze wc's. Wacht. Oké, dit is echt hilarisch. Deze wc's, als die doorspoelen, geven een tornado effect. Doe eens even. Kijk. Dus ja, als je hier een bepaalde boodschap in gaat, ziet dat er wel grappig uit. Het ziet er echt grappig uit. Dus we noemen dit de tornado wc's. Moet gewoon lekker water doucheren. Oh, en ze eigenlijk hier filmen, want hij moet poepen, zeg maar. Is het tijd voor een mini-troll tornado? We gunnen hem je privacy. Terwijl Sarah net even instructie wil doen voor de wc. Even schoonmaken met dit doekje. Ik zie er al af. Oké, het is wel overduidelijk gezien dat dit best wel een goedkope kamer is. Oké, mensen, even zijn boodschap gedaan. Er is hier nog iets wat ik eigenlijk ook heel graag even wil zien. Een koelkast. Oké, 3, 2, 1. Wat is dit? Wat is dit? Zit er een kussen in? Dit is gewoon ijs! Gadverdamme! Ja, maar hoe bedoel je het diepvriesgedeelte? Er zit gewoon een mega smerige schimmel op het ijs in. Oké. Eeuw. Oké, dicht. Dicht. Oké, ja, we gaan hier dus vandaag 1 nachtje slapen. De reden waarom we hier slapen is omdat wij naar het zuiden gaan. Een tussenstop in want van noord naar zuid was iets lang. En ik denk dat het een goed idee was, aangezien het verkeer hier dus niet altijd mee zit. Jongens, de kinderen liggen op bed. Even een update. Deze plek heeft als eindscore 8,5. Wij geven het een 1. Deze plek is een nachtmerrie. Sarah's huisje is nog veel erger dan deze. Ik stond hier net en opeens komt hier een zwerfhond aangerend. Ik heb de deur open. Hij stopt hier. Hij twijfelt of hij mij moet aanvallen en naar binnen moet rennen.
Ik doe de deur snel weer dicht en hij is weggerend. Het geluid wat je nu hoort, hoor je binnen ook. Ik hoor gewoon gesprekken uit andere huisjes in mijn kamer. Ik hoor honden die hier buiten vechten met elkaar in deze kamer. Hoe gaan we dit overleven? Ik zat net op wc. Terwijl ik op wc zit, zie ik opeens een beest op de wc-bril vandaan komen. Ik had nog gecheckt, ik zag niks. Het was zo'n grote mier. Volgens mij hoorde iedereen mij schreeuwen. Dit bedoel ik! Ik schrik me rond uit het niets. Staat deze hond hier goeie azelt. Oké, deze is wel lief, moet ik zeggen. Als je hier als waakhond blijft vannacht en belooft niet ons wakker te gaan blaffen, mag jij hier voor mij blijven slapen. Nog geen 5 minuten later. Volgens mij heeft hij last van vlooien. Begint je opeens te blaffen. Stil, mijn kinderen slapen hier. Oké, die gaat sowieso terugkomen. Waar zijn we beland? Het is inmiddels de volgende ochtend en ik kan jullie zeggen wat een horrornacht is dit geweest. Jullie zagen net een hond, maar kijk even wat hier staat. De volgende hond. Weet je wat het verhaal is van deze nacht? Dat al die honden die ik hier een beetje voorbij heb zien komen, vannacht zo heftig 2 uur lang aan het blaffen en huilen waren, dat ik ervan heb wakker gelegen. En ik wil ook wel iets leuks vertellen. Daar is een grote salamander. Maar wat wel leuk is... Omgeving is wel mooi. Omgeving is mooi inderdaad. Mias heeft een grote salamander gezien. Waar? Blijf op joden. Waar? Spotter Mias, waar is die? Als je wil zeggen, ik wil één zijn met de natuur. Ja. Ik hou van schurft, van schimmel, van bomen, van dieren. Ja. Dan moet je hier zijn. Hier daar zijn ze de wasjes aan het doen, lokale mensen. Maar dit is wel, het heeft wel wat. Maar om te slapen, eten, wil je niet. Nee. Oké, we zijn aangekomen bij ons ontbijt. En kijk even wie hierbij is komen zitten. Deze vriend was er gisteravond bij ons ook. Die was er vannacht ook. En we denken dat hij schurft heeft, want hij krabt en likt zichzelf continu. Alleen wat ik zelf niet zo fijn vind, is dat deze hond hierachter, kijk, hier krabt hij weer, gewoon ook de keuken ingaat. Maar goed, ons ontbijt. Ik moet je zeggen, er is iets gebeurd wat onze hele vakantie hier nog nooit is gebeurd. En dat is dat Elias zijn pannenkoek gewoon niet opeet. In 3 weken geen één keer dat hij zo laat liggen. Maar ik moet zeggen, hij is niet de enige. Eigenlijk vinden we allemaal ons ontbijtje niet echt geweldig. En het bizarre is ook dat we gewoon 5 euro voor dit ontbijtje per persoon hebben betaald. En dan krijg je bijvoorbeeld 2 stukjes toast met een omelet. Ik ga stuk, ik weet niet wat. Oh, ik schrik me rot, hij was iets dichterbij dan ik... Maar wacht even, gisteravond ben je er. Vannacht ben je er. Tijdens het ontbijt ben je er. Nu ben je er. Geef een schurf. Oké, alsjeblieft, hou wel mee. Als we raken hem ook gewoon echt aan, want schurft is ook besmettelijk voor mensen. Kijk, let op, hè. We gaan nu even verder lopen. Oké, en daar is hij. Alleen Ilay, hij likt niet, liefie. Gewoon rustig. Ilay vindt het dus wel spannend dat we hem dus hebben uitgelegd dat we voorzichtig moeten zijn met honden. Maar ik moet wel zeggen, waar is hij nu? Hij is weg. Ondanks dat ze hier natuurlijk wel graag bij je zijn, hebben we nog niet gemerkt dat ze je echt dat willen aandoen en zo. Hij komt. Ja. Oh, even krabben. Ja. Even weer krabben. Oh. Jongens, rennen. Oké, rennen. Oké, dit ga je gewoon niet geloven. We lopen dus terug. Kijk wie hier zit. Hij is er weer. Hey, je bent wel lief. Dat wel. Dat is sowieso. Ik ben echt verliefd op hem. Ik durf maar niet aan. Ja, maar... En het is wel echt netjes, want onze deur staat gewoon open. Hij is niet naar binnen gegaan. Hij blijft gewoon voor de deur zitten. Oké, de koffers zijn ingepakt. Het is tijd om deze plek te verlaten en afscheid te nemen van onze vriend. Doei, schat. En door te gaan naar de laatste plek van onze reis hier ook op Bali. En hoe dat eruit ziet, die plek, dat ga je niet zo zien. Oké, we hebben even een stukje gereden en we gaan iets doen wat de jongens eigenlijk al deze hele vakantie ook heel graag wilden doen. En dat is naar... Oké, laten we even kijken. Oh, wat is op menukaart? Ik zag al. Oh, wacht. Even kijken. Kijk hier. Fried chicken bij de McDonald's. Wat hebben ze allemaal zo? Oh, allemaal met rijst. Ze zijn. Oh, wat spicy. Zullen we gewoon een paar gekke dingen van bestellen? We kunnen even kijken. Ja, rijst. Je kan gewoon rijst. Rijst met kip altijd. De desserts. Ze hebben ook heel veel andere soorten jelly. McFlurry bijvoorbeeld. Een matcha Oreo ijsje. Dit is een chocolade, een roze. Nu de grote vraag, we zijn hier met Koman. Burger? Chicken? Oh. Hij gaat niet voor burger, gewoon rijst en kip. Fruity. Lekker, hier bij de drink zit je nu. Coke, keer strawberry. Dit is echt raar dit, joh. Inmiddels zitten we buiten, we hebben de bestelling gedaan en we krijgen het hier in delen. We hebben nu alweer nog even een friet gekregen. Stickers hebben we er ook bij gekregen. Maar ook één ander ding, je krijgt hier geen saus bij. Kun jij saus gaan halen? Wacht even, wat is dit? Ketchup of chili ketchup? Nee, wacht, ik ga wel proeven. Het ziet er wel iets anders uit.
Wat is het? Chilisaus. Chilisaus? Pittige? Welkom to mijn nieuwe telefoon. Oh ja, hij heeft de stickers. Kijk hoe leuk. Lekker stinkvol. Gewoon geef twee. Ketchup. Mayonaise? Hebben ze niet. No, mayonaise. Daar hebben ze heel vaak in buiten. Alleen ketchup. Oké, er is meer eten bijgekomen. Wacht even. Wat gebeurt hier? We hebben een McChicken, maar die McChicken die ziet er dus wel iets anders uit. Maar, kom op even skip met rijst. Hij zit dus gewoon in zo'n ponytje. Kip erbij, oké. En de beste van allemaal. Taste of Japan. Volgens mij zit de zee hier op. Oh, kijk hoe apart. Ben je klaar voor deze test? Ja, die gaan we sowieso. Ja, gaan we doen. Oké, taste test. McChicken. Daar komt ie. Zonder saus voor Delmas. Special delivery. Goed. Oké, deze is kip. Lekker wat even toestel. Ja. Kijk, de zeewierburger. Eerste hap, eerste bijt en... Pittig? Ja. Oké, die is heel pittig. Bij McDonald's zijn we zo aangekomen bij onze nieuwe villa. Je ziet de schaduw van de jongens. Ze zijn klaar voor een duik. 3, 2, 1. Hoppa! En we zijn gekomen bij een villa waar je u tegen zet. Dit is echt binnenkomen heerlijk. Ja, die jongens gaan lekker duiken. Dan mocht je afvragen waar Mia's is. Die hebben we hier ook binnen even snel laten zien. Die ligt lekker te slapen en bij te komen van zijn lekkere McDonald's maaltijd. Oké, ik loop heel eventjes hierheen. Ik ga je vertellen, we hebben een villa met een grote achtertuin, echt gigantisch. Maar ook 3 verdiepingen. Hij is echt super groot. Maar dat gaan we even bewaren voor een volgende video. We gaan hier eventjes lekker bij komen van de reis. Genieten. En dan zou ik zeggen, abonneer en tot de volgende keer. Doei!